Op 24 oktober vond in Schimmert de eerste bijeenkomst van mantelzorgers en vrijwilligers plaats tijdens de bloeiende dagen Beekdalen. De bijeenkomst werd gevierd met een muzikaal en informerend programma met een verbindend doel. Vandaag zijn we in het gemeenschapshuis in Schimmert bij de eerste waarderingsbijeenkomst die wat gehouden wordt door de gemeente Beekdalen. En deze waarderingsbijeenkomst voor mantelzorgers en zorgvrijwilligers die maakt onderdeel uit van de bloeiende dagen van Beekdalen. En dat zijn momenten in deze periode waarin wij extra aandacht geven aan waardering en de mogelijkheid tot ontmoeting mogelijk maken. Ja, vandaag hebben we dus zoals gezegd veel mantelzorgers en zorgvrijwilligers die hier vandaag aanwezig zijn. Bijna 100-tal mensen die uiteindelijk vandaag in het zonnetje worden gezet door een mooie muzikale omlijsting. Maar het is ook natuurlijk de allereerste keer dat we dit in het kader van de bloeiende dagen van Beekdalen doen. Dus ja, dat is ook leuk, spannend, maar vooral mooi om die mantelzorgers extra in het zonnetje te kunnen zetten. Het initiatief is heel mooi. En waarom is dat heel mooi? Vanwege de werkzaamheden die al die talloze mantelzorgers en vrijwilligers dag in dag uit leveren in Beekdalen. Want kijk, het is niet heel gemakkelijk om voor een ander klaar te staan. Maar het is nog moeilijker om daar waardering voor te krijgen. Nou ja, vandaag is zo'n momentje om die waardering te geven. En ja, vandaag zijn we in Schimmert. 9 november mogen we naar Merkelbeek. Dus we zijn mooi actief in heel Beekdalen. Dit jaar hebben we gekozen om ook de zorgvrijwilligers uit te nodigen om wat meer verbinding te krijgen. En dus dat ze elkaar kunnen gaan ontmoeten en ook van elkaar gaan begrijpen wat ze allemaal doen. Voor elkaar en met elkaar. De gemeente Beekdalen is een grote landelijke gemeente in Zuid-Limburg. En we hebben heel veel kernen, 15 stuks. En we hebben verschillende gemeenschapshuizen. Dus we proberen zo, ja, zo een beetje rond te reizen in onze gemeente, zeg maar. En ik hoop dat we dat meer kunnen blijven doen. En dat we die ontmoetingen met name gaan krijgen. En dat we steeds meer mantelzorgers leren kennen. En die kunnen we dan ook eventueel ondersteunen als ze dat nodig hebben. Nu hebben we de eerste editie van de Bloeiende Dagen van Beekdalen en dan sluiten we met name aan bij reeds bestaande activiteiten. Maar de hoop van de toekomst en voor volgende edities is dat we hier nog meer samenwerking krijgen. Ook tussen plaatselijke muziekverenigingen, tussen de lokale voetbalvereniging, tussen de lokale sportverenigingen in zijn algemeenheid. En dat we zorgen dat die kern gewoon samen leeft en samen ook elkaar weet te ontmoeten. Dat is mijn hoop voor de toekomst en voor de volgende edities van de Bloeiende Dagen van Beekdalen.